Ik ga voor zo'n diepte.
Президент. Нарда Стоса. Вона каже, на не Maar daarvoor komt Marcel gegroet. Maar daarvoor werd hij dikwijls begroet. En dat uitdagen ontdekte soms in een groot speelgevecht. En knuppelde knuppeltje uit de zak kwam meermaals op Marcelkes kop terecht. Tot groot genoegen van die hele bende. Die aanschouwde met veel pret die sadistische ellende. Soms werd hij ook nog door zijn dikke oor geprikt. Al stond een oorbel bij zo'n subkop toch niet zo geschikt. Dat waren nog enkele leuke fratsen van toen. We zullen het voor de laatste maal hier dan nog maar eens overdoen. Vooral met Tenerife, daarmee had hij nauwe banden. Elk jaar weer trok hij naar het vakantieeiland in. Daar voelde hij zich thuis en had geen last van dat zere been. Zeker niet wanneer hij over hem tussen de rotsen moest klimmen om in zijn blote kont te gaan zwemmen en trimmen. Maar zijn grote voorkeur ging natuurlijk uit naar het bestuderen van die vele blote tieten. Daar maakte hij zijn specialiteit van en kon er uren van genieten. Dat speciaal van de kinderen.
Ik denk dat ga ik zo sleurig gelijk worden. Stasie nummer 7. Marcel kon je gemakkelijk voor een schilderwerkje strikken. Om Marietjes beurs af en toe eens aan te tikken. Dan ging hij hier of daar een deurke of een raamke lakken. Maar bleef nadien ze wel weer eens plakken. Dat liep wel eens uit de hand. En hij had dan maar weinig slaaptijd over. Zijn fitheid en zijn prestaties waren standaardaars dan ook maar over. De Marcel hiermee te plagen, kon hij niet goed verdragen. En dan in een zwak moment die toen al eens konden voorkomen, wanneer hij lekker in het zonnetje tegen een of ander stormje stond te dromen, kwam er iemand stiekem, zonder hem te wekken, zijn werkschoenen met een zilverkleurken bedekken. Stasie nummer 8. Kuster, we drinken nog eens tot behoud van onze kraag. In verband met aandelen en referenties zitten op zo'n Franske, de Berge, de Kusser en de Jennis en ook Marcel behoorde tot die kapitalisten. En om wat meer informatie te krijgen over de Petrofinakes en de Gordon Bleus, trokken Franske en Marcel naar Brussel om hun financiële dromen. Maar de receptie naderhand bleef wel wat aan de hand. Het juiste huis in de Dubois was nog moeilijk te vinden daar. Want die huizen trokken allemaal toch zo sterk op elkaar. Dan maar aan de gemakkelijkste oplossing gedacht. Terug naar Deurne. We zullen daar wel slapen deze nacht. Aangenaam was aan de verbazing van ons Paula toen ze 's morgens opstond en ergens in haar huis de farm begint te slapen. Stasie nummer 9. Kom Kuster, we drinken nog eens even. En wat? En wat? Nu volgt er niet zijn ketterij en vuile praat. Hoef er u niet aan te storen. Maar diepgelovige christenen en minderjarigen stoppen de volgende twee staties toch beter watjes in hun oren. Zo was er eens de Sally,
de stevig uit de klas gelassen Marokkaan. Bij die mens ging er ook dan alles op proporties, alles op en aan. Marcel wou heel het geval wel eens van dichterbij studeren. En zo de moeder wel iets meer over zwarte pieten te leren. Ze kregen die mensen dan zover dat hij heel zijn geval liet zien zonder zich te generen. En blijkbaar was hun piemel nog niet zwart genoeg, want Marcel moest hem zo nodig met grafitosis smeren. Om afscheid van jou te nemen. En dat stelt ons blij.
Op pensioen gaan betekent niet, Marcel en Mariette, dat je uitgerangeerd bent of hebt afgedaan. Nee, in tegendeel. Voor ons allemaal, hier blijft je steeds in de midden van de vrienden staan. Het betekent wel dat jullie, Mariette en Marcel, kunt gaan genieten en profiteren van de vele vrije tijd. En dat wensen ook al jullie vrienden van SBP jullie toe met een warm hart vol genegenheid. Als een typisch aandenken aan onze zonen en als symbool van een schuldwaard van formaat. En daar gaan we terug. Zie je, hè? Ja, weer de grond.